Wat we echt erin geslagen is toen op die excursie was dat echt dat het waterschap doet niet aan waterzuivering voor drinken. Hier is een water omdat we op zoek zijn naar macrofauna. Fauna is allemaal kleine beestjes in het water. Daar kunnen we opmaken of het water een goede kwaliteit is of slechte kwaliteit. Het was wel fascinerend om te zien hoe groot die installatie nou eigenlijk is en zo. En hoeveel water daardoor per dag doorheen gaat en hoeveel vuil ze eruit halen. En hoeveel techniek erbij komt kijken en zo. Ja, en dat je ook zulk vies water dan met bijvoorbeeld bacteriën weer zo schoon kan krijgen. Als je hen helpt en het gaat later gewoon goed met ze en ze gaan fabrieken maken, producten produceren en ja, dan heb je er misschien ook wel een handelspartner aan. En dat is dan weer voor de economie van Nederland goed, maar ook voor de economie van Kenia, Honduras. Ik dacht bij het woord waterschap dacht ik alleen maar aan water, niet echt aan dijken. Misschien zijn mensen zich er wel van, zeg maar, weten ze het wel, maar zijn ze er niet echt van bewust hoe belangrijk het is. Van nou, ze doen het wel. Op zich vind ik het wel een beetje zielig voor de muskusratten, maar ja, het is ook weer anders te slecht voor de oevers. Dan kijk je opeens op en dan rijdt Max achter je langs met de fiets. Nou ja, ik vond het best wel leerzaam, want je weet eigenlijk niet zoveel over de waterschap zelf, zeg maar. Ik wist niet echt wat ik moest verwachten en ik dacht niet dat het zo'n grote organisatie was. En ik heb er echt van genoten, ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik zou het ook voor iedereen aanraden.